Dit is de ragu van de eierbal. Dus de basis van de pizza. Ik ben opgegroeid in Appingedam en daar had je natuurlijk de eierbal ook. Maar daar zat een soort van kroketragu omheen. Die vond ik een stuk minder lekker. Of toen ik in Groningen ben komen studeren, toen kwam ik de eierbal met de curryragu tegen. En die is natuurlijk veel lekkerder dan de kroketragu. Gaat nu nog wat paneermeel gaat er overheen. Dat gaat normaal gesproken om de eierbal heen. Wij hebben ervoor gekozen om hem voor de oven zeg maar, dat er nog op te doen, zodat het een beetje mooi meebakt. Elke keer als ik naar de snackbar ga, is het een eierbal en iets erbij. En niet meer een patatje met een eierbal. Het is een eierbal en daar haal ik je nog iets bij. Nou, nu is het even bakken nog. De magie van de eierbal is het krokante, daarna het zachte en dan het ei daarna. Het is een fantastische combinatie qua smaak ook. Dus ik ben eigenlijk, verslaafd. Kan je het enigszins zeggen. Zeker wel. Dit is de basis dus. Zo komt hij uit de oven. En nu snijden we de pizza in 8 stukken. Om en nabij het 1,5 ei per pizza is het. Peterselie nog voor de kleur erbij. En dan hebben we de mosterd mayo. En dat moet hem wezen. Pizza eierbal. Beste van twee werelden eigenlijk. Alsjeblieft. Bedankt hè.